Welkom allemaal, welkom bij de Core Power. Vandaag wat we nodig hebben is twee gewichtjes en een matje. Je kunt ervoor kiezen om dumbbeltjes te gebruiken als je dumbbells hebt. Ik heb ze hier liggen om het te laten zien, ik ga ze zelf niet gebruiken. Ik ga vandaag de flesjes gebruiken. Twee flesjes water, heel simpel. Je kunt er ook twee pakken melk voor pakken of twee pakken bloem of twee glazen. Als het maar in ieder geval ongeveer hetzelfde gewicht is tussen rechts en links. En het lichtgewicht is dus tussen niks en een kilo. Net iets meer als een kilo mag, meer als dat zou ik niet gaan gebruiken. Oké? Mogen jullie rustig komen staan, we gaan even een korte warming-up doen. Voordat we meteen met de workout gaan beginnen, want we hebben veel te doen vandaag. Zet de voeten iets breder dan hier als de heupen. Vanuit daar gaan we door de knieën zakken en weer omhoog komen. Dus even een aantal squats om die beenspieren op te warmen. Het is vandaag niet zozeer heel op de beenspieren gefocust, wat meer op het bovenlichaam. Dus daar gaan we dadelijk ook wat meer de focus in leggen in de warming-up. Dus op jouw eigen tempo een aantal squats. Door de knieën buigen, borst vooruit, billen naar achter. Steun op je hakken. Oké, blijf even bovenin. Doen we even losdraaien met de armen, schouders. Probeer mee te kijken naar je achterste hand. Dus ook helemaal mee te draaien. Hak mag loskomen van de grond. Oké, gaan we even een rondje draaien met de armen naar voren. Goed blijven ademhalen. Grote rondjes maken. En dan maken we een rondje ook even de andere kant op. Zo groot naar achter. Goed blijven ademhalen. Laten we de armen even hangen langs het lichaam. Gaan we even met de schouders rollen. Stil de schouders op, duw ze naar achter en terug naar beneden. Grote schouderrol. En dan draaien we de schouders ook even de andere kant op. Oké, schud die arm even los. Dan gaan we terug naar de squats. Even een aantal squats maken, zodat we in ieder geval in beweging blijven. Ik ga alvast uitleggen wat we zo meteen gaan doen. Het zijn zo meteen vijf verschillende oefeningen, waarbij we de twee gewichtjes nodig hebben, de twee flesjes nodig hebben. Van die vijf oefeningen zijn twee oefeningen waarbij we maar één flesje nodig hebben, dus doen we hem aan één kant. En daarna doen we dus nog een ronde waarbij we die oefeningen de andere kant doen. Dus vijf oefeningen, alle oefeningen 60 seconden, 15 seconden rust tussen de oefeningen. Oké? Dan gaan we gewoon beginnen. Pak de gewichtjes of de flesjes of de wat voor materiaal je ook hebt, pak erbij. De eerste oefening die we zo meteen gaan doen zijn jumping jacks. Met de flesjes, met de gewichtjes. Dus de gewichtjes heb je in je handen en vanuit daar gaan we voor 60 seconden lang uit en in van de jumping jacks. Ik zet de timer aan, ik doe met jullie mee. Kan zijn dat ik af en toe uitstap om wat uitleg te geven, maar ik probeer gewoon zoveel mogelijk mee te doen. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Uit en in. Ik zal het volume van de timer ook wat harder zetten, dan kunnen jullie hem ook horen. Zo. Dus uit en in, met de flesjes, met de gewichtjes. Als je geen flesje of gewichtje hebt, kun je het natuurlijk ook zonder doen. Dat geldt voor de andere oefeningen ook. Belangrijk bij deze, als je niet wil of niet kan springen, doe je precies hetzelfde. Alleen dan doe je hem stappend. Dus stap uit, til de flesjes op tot schouderhoogte. Hogere schouderhoogte hoeven ze ook niet. Ook niet als je springt in de jumping jacks. Oké? Zijn over de helft. We hebben dus 15 seconden tussen elke oefening. En dan zal ik kort en snel de volgende oefening uitleggen en voordoen. 15 seconden te gaan. Hou vol. Laatste paar. Dan gaan we naar de grond. Naar handen en knieën. 3, 2, 1, rust. Oké, één flesje zet je neer. Rechter flesje hou je vast. Vanuit daar gaan we de Superman maken. Knie aantikken, het flesje. Armen uitstrekken naar voren. Yes? Dus alleen maar aan één kant. Let's go. Uit en in. Het is dus steeds voor 60 seconden. Merk je hier dat het te moeilijk wordt, mag je hem tussendoor neerzetten en uitstrekken. En anders doe je hem aantikken en uitstrekken. Krijg je er al warm van.
Nou, we zijn pas net begonnen. Kun je nagaan. Aantikken en lang maken. Deze oefening is ook qua balans uitdagend. Merk je nou dat het qua balans goed te doen is? Probeer dan in de plaats van je handen en voeten breed, je handen en voeten smal neer te zetten en vanuit daar dezelfde beweging te maken. 20 seconden te gaan. Hou vol. Blijf in beweging. Laatste 5, 4, 3, 2, 1 en. Oké, even die armen en benen losschudden. Dan zetten we zo meteen rechtervoet naar voren. Twee flesjes pakken we weer vast. Leun voorover vanuit de heupen. Rug is recht. En vanuit daar tillen we ze naar de zijkant op. Oké? Let's go. Heen en terug. Niet naar je voeten kijken, schuin naar voren kijken. Dus hoofd blijft recht op de wervelkolom. En misschien heb je in het begin zoiets van, nou dat valt wel mee met die lichte gewichtjes. Nou, je gaat hem straks echt wel voelen, hij wordt steeds zwaarder. Nu misschien nog niet. Zo meteen wel. Nou, wat is hierbij belangrijk? Niet de rug bol gaan maken, maar juist proberen een rechte rug te maken, borst vooruit. Schuin naar voren te kijken. Je mag de heupen wat naar voren drukken. En op en neer. Dus de focus ligt hier. Achterkant van de schouder. Spieren in de bovenrug. Blijf in beweging met die armen. Nog 20 seconden te gaan. Hou vol. Laatste 10 seconden. Blijf op en neer gaan. Tot schouderhoogte. Dat is hoog zat. 2, 1 en hop, even ontspannen, even die arm losschudden. Volgende oefening is plankpositie en een frontlift met alleen de rechterarm. Dus we hebben net ook de rechterarm in de Superman gedaan. Doe nu ook de rechterarm in de frontlift. Let's go. Dus het is alleen maar de rechterarm, uit en in. Planken doen we dus op de hand. Als je merkt dat de plank te zwaar wordt, zet dan je knieën neer. Doen we vanuit daar optillen naar voren. Rek naar voren. Wat is hierbij nou belangrijk? Dat je niet terug hol gaat trekken op het moment dat je hem optilt. Maar dat je juist die spanning houdt op de buikspieren. Als het nodig is tussendoor. Even losschudden mag, dat weten we. Rustig weer naar beneden. En weer verder. Nog 30 seconden te gaan. Dus blijf die buikspieren aanspannen. Schouders recht. Niet te veel open draaien. Dat is een andere oefening. Blijf nu juist recht naar voren gedraaid. Naar voren en terug. Laatste 15 seconden. Dan gaan we naar de laatste oefening van dit rondje. 10 seconden. Vijf, vier, drie, twee en rust. Oké, even die armen losschudden. 15 seconden. Pak een tweede flesje er weer bij. Mogen jullie komen staan voor de laatste oefening van dit rondje. Dus oefening nummer 5. Schouderhoogte optillen. En dan een klein rondje draaien aan de zijkant. Let's go. Zijn begonnen. Dus belangrijk hier is dat je niet die schouders op gaat trekken. Maar dat je juist probeert die schouders laag te houden. Ontspannen te houden. Een klein rondje draaien. En als het goed is merk je dat het best snel zwaar begint te worden. Als het nodig is even die armen losschudden. En dan kom je weer mee met het draaien. Kleine rondjes, niet te groot. Hou vol, want na deze oefening pakken we rust. We hebben nog 30 seconden te gaan. Ja, deze wordt best zwaar, hè? Blijven draaien. Niet gaan hangen met de heup of de schouders. Als je rust moet pakken, even ontspannen. Even losschudden. En dan weer verder omhoog. Nog 15 seconden te gaan en dan pakken we even rust. Hou vol. Die laatste paar rondjes. Hou ze klein, hou ze op schouderhoogte. Blijf in beweging. 3, 2, 1 en rust. Oké, mag je gewichtjes, flesjes, alles even neerzetten. Even die armen losschudden. En dan gaan we zo meteen precies hetzelfde nog een keer doen. Alleen hebben we dus bij de tweede en de vierde oefening de linkerarm. Dus bij de Superman en bij de frontlift. De rest blijven de oefeningen hetzelfde. Dus je kunt de twee flesjes er gewoon weer bij pakken.
Eerste oefening waren de jumping jacks, dus daar gaan we zo meteen ook weer mee beginnen. Schud die armen even los. Probeer een beetje in beweging te blijven. Over 10 seconden gaan we beginnen. Jumping jacks met de flesjes in de handen. Let's go. Uit en in. Kom, grote beweging maken. Helemaal. Ook hier, je weet wat de optie is. Hè? Optie is stappen. Betekent niet dat we de beweging kleiner gaan maken. Blijf die beweging goed groot maken. Ver uitstappen met de voeten. En als je springt ook, maak die beweging groot. Uit en in. Helemaal sluiten, helemaal uit. En die armen blijven in beweging. Je merkt als het goed is dat de hartslag wat omhoog gaat. Dat is ook de bedoeling. Het kan zijn dat je deze oefening nu ook zwaarder vindt voor de armen en de schouders als net in de eerste ronde. Dat kan, hè. Blijf in beweging. Hou vol. Uit en in. Nog 15 seconden te gaan. Dan gaan we terug naar beneden voor de Superman, oké? 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Oké, één flesje weg. Superman, net hebben we rechterarm gehad. Nu linkerarm en rechterbeen. En let's go. Tik hem aan. Strek hem uit. Ook hier belangrijk. Balans houden. Uitdagen qua balans. Dus merk jij... Het gaat eigenlijk hartstikke makkelijk. Zet je handen en voeten iets smaller neer als startpositie. En ga vanuit daar weer verder. Spanning houden op die buikspieren. Goed het gewichtje of het flesje naar voren optillen. Schouderhoogte willen we hem hebben, hoger hoeft hij niet. Recht naar voren. 20 seconden te gaan, hou vol. Ja, dat is best lang, hè? 60 seconden. Hou vol. Laatste 15. Vijf, vier, drie, twee, één en rust. Oké, pakken we weer beide erbij. Gaan we weer voorover leunen en de fly maken. Als je nou rechts net rechts voor je had, zet dan nu links naar voren. Goed naar voren, leunen voor en let's go. Op en neer, heen en weer. In en uit. Niet te veel naar je eigen knie of je voet gaan kijken, want dan maak je de rug bol. Juist proberen schuin naar voren te blijven kijken. Hoofd blijft rijden op de wervelkolom. En probeer niet te veel rechtop te blijven, oké? Want we willen juist die focus leggen op de achterkant van de schouder. Dus leun voorover vanuit de schouders, vanuit de heupen. Schuin naar voren blijven kijken. En blijf in beweging. Nog 30 seconden te gaan. Hou vol. Op en neer. Heen en weer. En als jij merkt tussendoor, oké, het wordt te zwaar. Even losschudden. Terug naar voren. En weer mee komen doen. Die laatste 15 seconden. Hou vol. Laatste 10. Kijk of je nog iets verder naar voren kunt leunen. 3. 2, 1 en rust. Oké, gaan we weer naar de plank en de front lift. Ook hier doen we de andere arm. Dus net hebben we rechts gehad. Nu pakken we het flesje of het gewichtje in de linkerhand. We beginnen vanuit de knieën. Je mag hem vanuit daar zwaarder maken. Dus een linkerhand naar voren en terug omlaag. Nou, wat is belangrijk hier bij deze oefening? Dat je als je vanuit de voorkant ziet. Dat je niet open gaat draaien, maar dat je juist die schouders recht naar voren houdt gedraaid. En alleen arm en de hand optillen tot schouderhoogte aan de voorkant. Heb je hier moeite mee? Kun je ervoor kiezen om je knieën iets breder neer te zetten. Dat maakt het wat makkelijker om die balans te houden. En om in balans te blijven tijdens de oefening. Dus schouders recht te houden. 25 seconden te gaan. Hou vol.
En ook hier stel je voor, je gaat hem voelen in de arm waar je op steunt, ook geen probleem. Eventjes los, neer en weer door. 10 seconden. Drie, twee, één en rust. Pakken we de flesjes weer vast. Kom staan. Het is weer oefening 5 van de 5. Dus de laatste gaan we rondjes draaien met de gewichtjes. Schouderhoogte. Laatste oefening van ronde nummer 2. Let's go. Klein rondje. Schouderhoogte proberen te houden. Lichte buiging in de elleboog, dus niet volledig uitstrekken en niet die schouders optrekken. Oké, okay? Dus hou die schouders laag. En merk jij dat je dit gewoon echt ontzettend zwaar vindt? Wat je kunt doen, steeds omhoog, 10 seconden bovenin blijven, even 5 seconden rust pakken en dan weer voor die 10 seconden gaan. Dus deel het dan gewoon op, kijk tot hoe ver je kan gaan. Pak af en toe even je rust tussendoor. Nog 20 seconden te gaan, hou vol. Dan hebben we 2 rondes gehad. En natuurlijk nog 2 rondes te gaan. Yes, yes, dan zijn we op de helft. Laatste 10 seconden. 6, 5, 4, 3, 2 en ontspan. Schud de arm even los. We hebben nu dus 2 rondes gehad. En 2 rondes te gaan. Dus we zijn precies op de helft. Alles wat we nu gedaan hebben, behalve de warming-up dan, doen we nog een keer. Dus we beginnen weer van vooraf aan met de jumping jacks. En daarna gaan we weer naar de rechterarm bij de Superman en bij de frontlift vanuit de plank. Yes? Dus pak een slokje drinken of iets tussendoor als dat je wil. We gaan over 30 seconden gaan we beginnen met de derde ronde. Ronde 3 en 4, daarna nog een korte cooling down. Als je drinkt, drink dan niet uit de flesjes die je aan het gebruiken bent. Of hou het in evenwicht dat je in ieder geval evenveel rechts als links hebt. Als je kan, als je wil. En als je het hebt, mag je er natuurlijk voor kiezen om een iets zwaarder gewichtje te gaan gebruiken. Of gewichtjes. Dat kan voor een specifieke oefening zijn, dus 1 van de 5. Je kan ook zeggen, als je het hebt, grotere gewichtjes, grotere flesjes pakken. Of net iets meer water in de flesjes doen. Dat kan ook natuurlijk. We gaan beginnen over 10 seconden. Wat was oefening 1 ook alweer? De jumping jacks, juist. Dus pak die gewichtjes vast. Flesjes. Let's go. Uit en in. Jumping jacks. Dit is de 1 na laatste keer dat we deze oefening doen vandaag. Straks doen we hem nog 1 keer in ronde 4. Nou, ook hier weer, jij kiest jouw eigen niveau en jouw eigen tempo. Als jij nou het tempo iets langzamer prettiger vindt, prima. Als jij sneller kan, probeer dat dan ook te doen, oké? Probeer natuurlijk wel alles eruit te halen in die training. Van wat erin zit. Natuurlijk, conditie en kracht is wat achteruit gegaan de laatste tijd. Ook bij ons. Maar we proberen het toch fit en sterk te houden. Dus ook hier, als jij denkt ik kan niet meer. Probeer door te gaan en vol te houden, oké? Okay? Bijna 15 seconden. Dan gaan we alweer naar oefening 2. Blijven ademhalen. Uit en in. Laatste 5, 4, 3, 2 en rust. Oké, okay. Naar de grond. Superman. Rechterarm. Linkerbeen. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! In en uit. Rechterarm is in beweging, linkerbeen beweegt mee. Je weet hoe je het moeilijker maakt qua balans. Handen en voeten smaller zetten vanuit de startpositie. Wat is belangrijk verder waar je op moet letten hier bij de Superman? Dat je niet dat gaat doen met het been. Dan gaan we de rug al heel snel te hol trekken. Dus blijf goed je buikspieren aanspannen en strek het been recht naar achter. Duw de hak van je af. Als het goed is merk je ook dat de hartslag nog steeds wat omlaag terug aan het zakken is van die jumping jacks. Blijf in beweging. Nog 20 seconden te gaan. En ook hier, jij bepaalt jouw eigen tempo.
Je hoeft niet mijn tempo te volgen. Je mag hem wat langzamer doen. Je mag hem wat sneller doen als jij dat fijn vindt. 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Rechtervoet naar voren. Flies naar de zijkant. Oké? Drie, twee, één, let's go! En vliegen. Stel nou even in deze positie zittend op de één voet en één knie, niet prettig. Kun je ook komen staan, vooroverleunen, zelfde idee. Gaat erom dat we vanuit de heupen vooroverleunen met de romp en daardoor de achterkant van de schouder trainen. Dus heen en weer. Niet hoger als schouderhoogte. Ook niet te veel naar achter of naar voren. Het is eigenlijk recht naar de zijkant en terug laten hangen onder de schouders. En in principe is de oefening precies hetzelfde als dat je hem zou doen op de grond. Alleen is de positie in de heup anders. Oké, dus jij kiest daar jouw eigen variant doen. Als je staat, belangrijk dat je niet terug bol maakt, maar borst vooruit, billen naar achter. Laatste 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Oké, rechterarm. Plank vanuit de knieën en de frontlift. Let's go. Naar voren en terug. Nou, ook hier weer mooi recht met de schouders. Sta naar je merk. Na al die oefeningen die we al gedaan hebben, dat zelfs dit te zwaar wordt. Zet dan je knieën nog iets dichterbij en doen we vanuit een bokje. Okay? Want ook hier gaat het meer om wat we met de arm doen, als wat we hier qua buikspieren aanspannen doen. Okay? Dus dit mag ook. Als je kan, meer uitdaging. Verder naar achter. Plank vanuit de knieën. Zonder in te draaien met de schouders. En ook hier als je wil en als je kan. Haal de knieën los van de grond en doe je hem op deze manier. 15 seconden te gaan nog. Laatste 10. 5, 4, 3, 2, 1. Rust. Oké, kom rustig weer staan. Een rondje draaien, schouderhoogte. En hierna hebben we nog één ronde te gaan. Dus alle oefeningen nog maar één keer. Let's go. Schouderhoogte, klein rondje. En hoe klein dan? Ja, maximaal een rondje van 5 centimeter ongeveer. Dus let op dat je niet dat gaat doen. Maar dat je juist het gewichtje ongeveer op diezelfde plek houdt. Klein rondje draaien, net met de hand onder schouderhoogte. Dus ga niet boven schouderhoogte bewegen, want het kan zijn dat de schouder zelf dat niet zo prettig vindt. Klein rondje draaien. En je zou ook eens kunnen proberen om het rondje de andere kant op te maken. 30 seconden te gaan nog. Pakken we weer eventjes rust, niet te lang. En dan gaan we snel door met de laatste ronde. De laatste 15 seconden. Niet die schouders op gaan trekken. Als het nodig is, even ontspannen en weer door. 5, 4, 3, 2 en ontspan. Oké, eventjes rust. 25 seconden en dan gaan we beginnen met de laatste ronde. Dus alle oefeningen nog maar één keertje en dan zit het erop voor vandaag. We beginnen weer met de jumping jacks. 10 seconden gaan we weer beginnen. En belangrijk hier is dus, laatste keer dat je deze oefeningen doet, dus probeer er even alles uit te halen wat erin zit. Timer staat aan. 3, 2, laatste keer. Jumping jacks, let's go. Uit en in. Kijk of je het tempo nog iets omhoog kunt brengen, nu in die laatste ronde. En als je net merkt van oké, ik heb een niveau gevonden wat ik prettig vind
en waarop ik lekker kan trainen, prima. Maar probeer er ook net 10% bij te doen. En waarin? Kies jij, hè? Dat kan zijn in de grootte van de benen. Kan er zijn de armen net iets hoger optillen. Het kan zijn in het tempo net iets hoger. Jij bepaalt. Maar let's go. Kom op. Nog maar 25 seconden. En dan hoeven we geen jumping jacks meer te doen vandaag. Kom op. Laatste paar. Blijf ademhalen. 15. Blijf bezig. Blijf in beweging. Kom op. Laatste 10 seconden. Zijn er bijna. Hou dat tempo erin. 5, 4, 3, 2. Oké. 4 oefeningen te gaan. Kom snel naar de grond. Superman. Rechts gehad net. Links te gaan. Dus linkerhand uitstrekken. En aantikken. Let's go. Dus in en uit. Ook hier laatste keer de Superman. Probeer mooi in beweging te blijven. 1 rechte lijn te maken vanaf je voet tot aan je hand, kruislinks. Kijk of je hem qua balans iets meer uit kan maken. Dus die handen en knieën wat smaller neer kan zetten. Kijk, dat wordt al wat meer uitdagender. Blijven ademhalen. Als het goed is merk je ook hier weer dat die hartslag weer wat druk aan het zakken is. Heb je het nodig? Is die hartslag te hoog? Even omhoog. Even ontspannen, even rust en weer door als jij kan, oké? Jij traint op jouw niveau, jouw eigen intensiteit. Je traint voor jezelf om op niveau te blijven. Kom op, laatste 10 seconden en dan hebben we nog maar 3 oefeningen te gaan. 3, 2, 1 en rust. Oké, je mag hem dus weer zo doen. 1 voet naar voren en vooroverleunen. Als je hem net staand hebt gedaan in de derde ronde, mag je hem nu ook weer staan doen, ronde 4. Let's go. Dus naar de zijkant. Heen en terug. Belangrijk, niet naar beneden kijken. Schuin ervoor, borst eruit, billen naar achter. Je hebt een lichte holling in de onderrug, maar blijf wel je buikspieren aanspannen. Kracht, stabiliteit. En in beweging met die armen. Ga nou niet met je bovenlichaam mee bewegen. Bovenlichaam blijft stil. Alleen die armen vanuit de schouders in beweging. Lichte buiging in de elleboog. Laatste 30 seconden. We zijn over de helft van die vierde en laatste ronde. Na deze oefening nog maar 2 oefeningen te gaan. 20 seconden. Kom op. Kijk ook hier of je de beweging nog iets groter kan maken. Of je het tempo iets omhoog kan brengen. Blijf naar voren kijken. Borst vooruit. Rechte rug. 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Oké, nog 2 oefeningen te gaan. Terug naar die plank en frontlift. Linkerarm lift. En daarna alleen nog het draaien. 3, 2, 1. Let's go! Dus naar voren. Ook hier weer. Schouders blijven recht. Kijk of je de beweging net wat groter kan maken. Of dat je hem in plaats van alleen op kan tillen, ook zo ver mogelijk van je af kan duwen. Heupen recht. Dus niet de heupen in gaan draaien, schouders in gaan draaien. Hou vol. Merk jij dat je heupen of schouders toch in gaan draaien? Zet dan je knieën iets breder neer. Maak het wat makkelijker om stabiel te blijven. En om die schouders naar voren te draaien. We hebben nog 30 seconden te gaan. Hou vol. En zoals net aangegeven, kan gerust dat je hem voelt in de arm die je in beweging hebt. Kan ook zijn dat dat in de arm is die steunt. Even los schudden mag. Laatste 15 seconden. En dan gaan we naar de laatste. Kom op, laatste 10 seconden. Nog even volhouden. 3, 2, 1 en rust. Oké, kom staan voor de laatste. Nog 1 keer, rondjes draaien, schouderhoogte. We hebben al veel gedaan, armen zijn vermoeid. Probeer zoveel mogelijk in beweging te zijn in die 60 seconden. Let's go. Kijk,
Klein rondje. En blijf focussen. Blijf in beweging. En als jij denkt, oké, ik kan maximaal nog 10 seconden doorgaan, wil ik dat je nog 15 seconden probeert. Oké? Doorgaan, volhouden, doorzetten en afmaken. We hebben al 20 seconden gehad. Dus nog 40 te gaan. Door, door, door. Wordt het al zwaar? Ja, klopt, kan. We hebben al veel gedaan. Armen zijn veel in beweging geweest. Minder dan 30 seconden te gaan nog, oké? Dus we houden vol tot het einde. Geen rust pakken. Nog 20 seconden te gaan. Laatste paar. Laatste stukje. Hou het rondje klein. Niet groot gaan draaien. Hou je schouders ontspannen. Niet op gaan trekken. Laatste 10 seconden. Kom op. Nog even doorzetten. 5, 4, 3, 2. En rust. Zet die gewichtjes, flesjes, pak een melk, bloem, zet ze even weg. Schud je armen even los. Als je wil, even schouderstretch. Even rek op de bovenarm. En even wisselen van kant. Maak jezelf even helemaal lang. Leun een klein beetje naar de rechterkant. En leun ook een klein beetje naar de linkerkant. De handen even naar voren. Even de rug bol maken. En even die armen losschudden. Top! Veel gedaan vandaag. Hard gewerkt. Veel voor de armen en de schouders in beweging geweest. Als het goed is heb jij dus je eigen gewicht kunnen kiezen erin en ben je ook tegengekomen. Oké, misschien kan ik hem volgende keer wat zwaarder doen. Of juist, ik heb hem nu te zwaar gemaakt, ik moet hem volgende keer wat lichter doen. Ik hoop even goed dat jullie lekker gewerkt hebben, lekker getraind hebben. En tot de volgende keer!